even laten zien hoe makkelijk vingerdraaien is. We gaan eerst eventjes steken opzetten. Achter de vinger, voor de vinger, achter de vinger, voor de vinger. Zo, nu hebben we 4 lusjes opgezet. Losse draad, die doe je hierachter. Kun je voor de zekerheid hier nog een keertje doorheen halen, maar dat hoeft niet. En vervolgens gaan we beginnen met de eerste techniek. Dat is de draad voor de lusjes. En overhalen. Draad voor de lusjes. En overhalen. Nou, dan hebben we al een stukje gebreid. Dat is de makkelijkste. Maar dus tevens voor kinderen is dit een vrij lastige techniek, omdat het al snel te strak wordt en ze niet meer kunnen, ja, dat je ze bijna niet meer overgehaald krijgt. Dus dan zal ik jullie de tweede techniek laten zien. Dus voorhalen. Dus om de vinger wikkelen. Dan krijg je grotere lussen en dan wordt het allemaal wat losser. Om de vinger heen. Ik doe het hier nu voor met 1 draadje. Dat is om het goed te kunnen laten zien. Maar je doet het normaal met of dikkere wol of 3 draden tegelijkertijd. En als je 3 draden tegelijkertijd doet, dan krijg je zoiets. Ja, dit zijn 3 kleurtjes, dan wordt het nog wat dikker. Dan zal ik nog 1 keer die tweede techniek laten zien. Om de vinger en overhalen. Dan zal ik jullie de derde techniek nog laten zien. Dat is eigenlijk zoals je opzet. Voorlangs, achterlangs, voorlangs. Voorlangs, achterlangs, voorlangs. Ik raad je aan om maar 1 techniek tegelijkertijd te doen. Dan krijg je zo'n raar resultaat. Voorlangs, achterlangs, voorlangs, achterlangs. Voorlangs, achterlangs, voorlangs, achterlangs. En overhalen. Voorlangs, achterlangs, voorlangs, achterlangs, voorlangs, achterlangs, voorlangs, achterlangs en overhalen. Dan zal ik je ook laten zien hoe je afhecht. Je haalt 1 keer over en je doet hem dan op de volgende. Die haal je over. Overhalen en op de volgende. Oeps, die. Dan houd je dit over, je klipt hem af en je haalt dat er doorheen. Dat waren de 3 technieken. Ik heb hier een stukje gemaakt. Dit is de eerste techniek, je ziet dat dat wat strakker wordt. Dit is de tweede techniek, dat zijn grote gelijkmatige lussen. En dit is de derde techniek met voorlangs, achterlangs. Dan krijg je iets grote lussen aan de zijkant en dan iets strakker aan de binnenkant. Dit is de tweede techniek, dus om de vinger heen halen. Nou, wat kun je er dan mee maken van die streng? Als je een hele lange streng maakt en je doet er dan een heleboel dingetjes, dan kun je er zo een kolletje van maken. Hier is met wat andere wol, dus een kol.